Beste FVD'ers, ik heb me vaker tot jullie mogen richten, maar dit jaar met een ander gevoel. JVD is de afgelopen anderhalve maand veel in het nieuws geweest. Hetzelfde geldt voor mij persoonlijk. Hoewel journalisten mij niet of nauwelijks iets gevraagd hebben, werd er wel veel over mij geschreven. Die laatste week van november en de eerste week van december waren een regelrechte hel. Ik overdrijf niet als ik zeg dat het twee ergste weken van mijn leven waren. Alle kranten stonden vol met de meest absurde verhalen. De meest persoonlijke dingen werden klakkeloos online geslingerd door journalisten in een aanval op mij, jury en FVD. Ze schuwden helemaal niks. Mijn vakantiefoto's met vrienden, het feit dat ik lederhozen had gedragen bij de après-ski zou bewijs zijn dat ik foute ideeën heb. En als je denkt dat journalisten niet lager kunnen gaan, werd zelfs mijn verlovingsfoto online gegooid, alsof het niks is. De laatste week van november leek alles in te storten waar we de afgelopen 4 jaar voor hadden gewerkt. En waarom? Het leek zo uit het niets te komen. Er was weer eens een artikel verschenen over idiote appjes van een paar leden van JVD. En we traden dezelfde dag nog op. We hebben die mensen die het betrof eruit gegooid. Net als we vorig jaar in mei hebben gedaan, royeerden we 3 mensen, schorsten we er ook 3. Maar dat was dan weer niet genoeg. Want wat we ook altijd hebben gezegd, en ik wil dat nog een keer herhalen, racistisch of antisemitisch of homofoob gedachtegoed heeft geen plaats in onze vereniging. Maar zoals we ook altijd hebben gezegd, we weigeren mee te gaan in trial by media. We treden altijd op, maar we doen dit netjes en intern. Dit werd ook bevestigd door het onafhankelijke onderzoek dat door FVD werd uitgevoerd naar JVD. Alle officiële appgroepen van JVD zijn bekeken. 228.000 berichten werden bestudeerd. Met de breedst mogelijke maatstaven werden 19 berichten aangemerkt als grensoverschrijdend. 19 van de 228.000. Dat is het niveau waar we het over hebben. En in veruit de meeste gevallen werd vrijwel direct intern opgetreden. De belangrijkste conclusie van het onderzoek was dan ook geen verwijt behandelen door het bestuur van JVD of nog breder de fractie van de Tweede Kamer voor FVD. Maar hoe vaak je het ook zegt en hoe hard je het ook aantoont, de media zullen het nooit opschrijven. Er gingen ondertussen steeds meer roddels en absurde verhalen over mij rond. Waarom werd dit zo groot? Waarom konden een aantal mensen in de partij niet gewoon het onderzoek afwachten? Zoals de rechterhand van Annabel Nanninga in het Noord-Hollands Dagblad verklaarde, we wisten sowieso dat we eruit zouden stappen. Het wachten was op het moment. Ik heb Annabel gezegd, we moeten niet die Freek belagen, maar Baudet. Nu erop en erover. Een paar idiote appjes van enkele leden van JVD werden aangegrepen om de hele partij te splitsen. Op het internet las ik comments. Waarom gooit Baudet die Freek Jansen er niet gewoon uit? Kunnen we niet gewoon terug naar het FVD van het Marrakesh Immigratiepact of de filmpjes over klimaat? Je moet je nooit te veel aantrekken van wat mensen op het internet over je zeggen, maar toch steken dit soort opmerkingen. Want ik ben niet iemand die graag dingen claimt, en dat is ook waarom niet heel veel mensen veel van mij weten, wat ik de afgelopen jaren heb gedaan. Men ziet mij als de jongen van JFVD. Maar het leek me goed om een keer te zeggen wat ik wel heb gedaan voor FVD. Want ik schreef die 100 vragen over het Marrakesh Immigratiepact. En ik maakte de filmpjes die iedereen heeft gezien over de afgelopen jaren. De animatiefilmpjes. Ik maakte de website waarop iedereen lid is geworden. Ik maakte de posters en de flyers die iedereen in handen heeft gehad. Ik rende door de gangen van de Tweede Kamer, zodat Thierry en Theo hun spreektekst op tijd zouden krijgen. Ik regelde events waar duizenden mensen aanwezig waren. De livestreams, de shows, de beelden. Mensen wilden wel het werk wat ik deed, maar mijn kop moest alsnog rollen. De afgelopen 4 jaar heb ik dag en nacht gewerkt om Thierry te steunen, te ondersteunen en FVD groot te maken. En ik wil ook nog iets zeggen over Thierry. Want de meeste mensen kennen Thierry als politicus. Ze denken een beeld van hem te hebben gebaseerd op verhalen die ze hebben gehoord op tv, of op de radio of in de krant. Maar ik heb Thierry de afgelopen 5 jaar leren kennen als mens. En in die tijd heb ik Thierry leren kennen als een van de meest oprechte, eerlijke, open en loyale mensen die ik ooit heb ontmoet. Een echte vriend. Mensen hebben geen idee hoe hard hij werkt. En hoeveel hij van zichzelf geeft om deze beweging een succes te maken. En hoe cruciaal hij is voor het succes van FVD. Hoe hij het team motiveert om ondanks alle tegenslagen en alle shit die we krijgen, gewoon door te gaan met goede moed. Als ik jullie vandaag 1 ding kan meegeven, is het dit. Denk 2 keer na als je iets lelijks op het internet wil zetten over iemand. Je hebt waarschijnlijk geen idee hoe het echt zit, of wat er echt speelt, of hoe iemand echt is. En ik wil afsluiten door mijn trots en waardering uit te spreken. Voor al die JFVD'ers die zich al jaren geheel vrijwillig inzetten voor onze beweging. Die het hebben gemaakt tot wat het is. Want JFVD is een geweldige beweging van geweldige mensen. Een plek waar mensen zichzelf kunnen zijn en gelijkgestemden kunnen ontmoeten. Waar ze niet even die ene zijn in de vriendengroep die een andere mening heeft. En al die JVD'ers die de afgelopen jaren
betrokken zijn geweest bij onze vereniging. Jullie zijn fantastisch. Jullie maken alles mogelijk. En ik wil jullie heel erg bedanken. Vorige week heeft het FVD-bestuur het voornemen van het oude FVD-bestuur om JVD op afstand te plaatsen ingetrokken. JVD zal doorgaan. We gaan weer events organiseren, nog meer jongeren betrekken en ik heb er ongelooflijk veel zin in. Dank u wel. Mooie woorden, Freek. Hey, jongens. Heel mooi gesproken. En het klopt en ik vind het ook ontzettend goed dat je dat hebt gezegd. Je zit hier natuurlijk eigenlijk om te praten over JVD en ik denk dat we een paar dingen ook nog wel even kunnen bespreken. Ik ga nu even mijn zakelijke rol terug. Maar ik ben heel ontroerd door wat je zegt, dankjewel. En want je zat ook een beetje als medewerker en als man die achter de schermen zoveel heeft gedaan. En het is waar dat je, omdat je een wat bescheidener politiek profiel had, dat ook een aantal aantijgingen relatief heel hard aankomen. Omdat dat is dan het enige wat mensen over jou weten. Ja. Over je horen. Kijk, over mij hebben ze al zoveel gehoord. Ja. Dat één of twee dingen, ze weten ook nog andere dingen. Maar bij jou weten ze helemaal niets, behalve van nazi of zo. Wat natuurlijk niet zo is. Nee. Onzin is. Totale onzin is. Maar dat wordt dan ineens zo geroepen. En het is heel goed, denk ik, dat je dat bij deze hebt rechtgezet. En ook het ongelofelijke werk dat je hebt gedaan. Het IT-werk, maar ook het inhoudelijke politieke werk, aan het filmpjes maken, het design. Dat is heel goed dat de leden dat ook horen, dat de leden daar meer over horen. Dat geldt trouwens voor veel mensen, hoor. Veel mensen op de achtergrond die ontzettend veel doen. Zeker weten. En dat is ook een van de redenen dat ik zo blij ben dat we niet mee zijn gegaan in die druk. Want dan was er helemaal niets van ons over geweest, dan waren wij een moreel corrupte organisatie die op basis van valse aantijgingen mensen eruit gaat gooien. Die alleen maar bezig is met de macht, interne machtsspelletjes. Ja. En dat hebben we gewoon niet gedaan. En daarom zitten we hier ook, denk ik, met een heel goed gevoel. En dat heb ik ook gemerkt de afgelopen weken. Dat eigenlijk de werksfeer is heel leuk. Ja. Goed, integer. We staan voor waar we voor staan. En laat al dat gekonkel maar aan de Judas-alliantie 21.